qua uiterlijk lijkt het best wel op een vrouw. Zeker. En ik denk dat dat eigenlijk een beetje de spanning is die ze zoeken. En daarentegen, misschien dat het bij mij wat harder gaat omdat ik van Marokkaanse afkomst ben. Het is een soort van taboe voor sommige mannen, laat ik zeggen, de meeste mannen die mij aantrekken dan. Het zijn ook van Marokkaanse komaf. Echt? Ja. Toen ik jonger was, speelde ik met Barbies. Ik wilde alleen maar met de dames omgaan in mijn jeugd. Ik wilde niet, mannelijke kleren vond ik niet leuk. Dan deed ik gewoon stiekem damesdingetjes aan, omdat ik dat gewoon fijner vond en dat ik dat eigenlijk gewoon leuker vond. Ik doe dit werk nu echt gewoon puur zakelijk. Ik heb een aantal doelen natuurlijk, maar buiten om mijn operaties heb ik ook nog andere privédoelen. En dat kost gewoon een heleboel geld en dat is waar ik nu mee bezig ben. Qua uiterlijk lijkt het best wel op een vrouw.